maar hij heeft kennelijk last en echt problemen mee om zijn werk te doen. En dat werk bestaat uit op professionele gronden. Met je professie regels toepassen. Als deze arts dat niet meer aan kan, dan is het uiteindelijk het beste dat deze arts verdwijnt. Als arts, maar ook als mens, kan ik er niet van slapen. Menig collega denkt er net zo over, heeft dezelfde ervaringen. Ik bestrijd dat die regels zodanig zijn dat grote groepen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen het niet met hun geweten in overeenstemming achten om die keuringen zo te doen. Ik geloof dat niet en ik ben het ook dus echt niet met u eens als u die suggestie wekt. Dat er individuele artsen en arbeidsdeskundigen zeggen, in deze situatie vond ik het echt heel moeilijk, dat begrijp ik volledig. Want het zijn voor cliënten heel ingrijpende beslissingen. Ik vraag u alleen maar of u weet hoe groot die groep is. Ik suggereer helemaal niet of dat een grote of een kleine groep is. Ik heb u nou al 2 of 3 keer gezegd dat ik denk dat er individuele artsen zijn die het moeilijk mee hebben, zoals de arts uit wiens werk. Tegelijkertijd zegt u dat u niet weet hoeveel artsen dat precies zijn. Nee, omdat wij geen onderzoek doen naar de gewetensnood onder onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Is misschien tijd voor een onderzoek dan, of niet? Omdat wij daar geen aanleiding toe zien om dat onderzoek zo te doen langs deze invalshoek. We staan met onze rug tegen de muur. Bij onze leidinggevende is dit onbespreekbaar. Toen was ook al duidelijk. De brief is anoniem opgesteld. De nieuwe directeur Joop Lindhorst heeft kort na zijn aantreden het UWV-personeel in januari namelijk gewaarschuwd. Er bestaat volgens hem binnen het UWV een cultuur die veranderd moet worden. Het personeel lekt informatie naar buiten. Lindhorst noemt dat deloyaal gedrag. U creëert een beeld van de medewerkers van de UWV wat ik volstrekt niet herken. Nou, dat beeld is geschetst door de heer Lindhorst zelf. U creëert een beeld wat ik volstrekt niet herken. Wat aan de orde is geweest, is dat er af en toe mensen dingen naar buiten brengen over het UWV. Terwijl ze overigens gebruik kunnen maken van de klokkenluidersregeling in het bedrijf. Want dat hebben we helemaal ingericht. Er wordt ook gebruik van gemaakt. En dat door selectief, suggestief dingen naar buiten te brengen, het beeld van het UWV negatief beïnvloed wordt, dat is aan de orde gesteld door de heer Lindhorst. En daardoor komt het ook dat zo'n arts alleen nog maar anoniem zo'n brief wil schrijven. Die wil niet eens meer met naam genoemd worden. U interpreteert van alles over een brief van een arts en het is uw goed recht om dat te interpreteren, maar ik hou er nu over op. En ik hou er nu over op, want ik vind dat we er meer dan voldoende over gezegd hebben. Ik heb u gezegd hoe ik denk over iemand die zo'n vergelijking maakt. Waar we op dit moment erg over in zitten is dat de mensen met de moeilijke, de mensen met de vage klachten, dat die eigenlijk niet meer in de WAO zouden mogen komen. En eigenlijk zijn mensen met vage klachten, dat is wel duidelijk geworden, zijn mensen die soms zeer serieuze en ernstige beperkingen hebben, alleen niet zo te verklaren zijn altijd uit het medisch model. En waarvan ook bekend is dat ze soms zelfs langer in de WHO zitten dan mensen met erkende medisch, lichamelijke of psychische beelden. Frank Goorde is één van die mensen met niet direct te verklaren klachten. Ook hij kreeg onlangs een herkeuring. Frank Goorde, 38 jaar. Frank werkte ooit als internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij maakte ritten door heel Europa. Totdat hij in maart 2000 de ziekte van Hodgkin krijgt. Dat is het begin van een lange strijd tegen kanker. Alles valt onder je voeten weg. Het is een hele schok. Het eerste waar je eigenlijk aan denkt is aan doodgaan, denk je. Want kanker associeer je toch nog steeds met de dood. Dan kom je in een stroomversnelling terecht. Onderzoeken, chemotherapie, bestralingen. En je wordt eigenlijk geleefd, min of meer. Ik heb 33 bestralingen gehad. En daaraan voorafgaand 6 chemokuren. Frank is niet in staat om te werken. Hij krijgt van het UWV een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Want ook nadat Frank zijn ziekte heeft overwonnen, blijft hij lichamelijke problemen houden. Ik merk dat ik als ik
zwaardere lichamelijke dingen doe. Dat ik minder energie heb. Dat ik, als ik me langdurig moet concentreren, dat ik sneller vermoeid raak. Een maand geleden wordt Frank opnieuw beoordeeld onder de nieuwe criteria. Hij krijgt van het UWV te horen dat hij fulltime kan gaan werken. Toen ik daar kwam, had ik eigenlijk al de indruk dat het al vast stond van wat de uitslag zou zijn. Dus ik had niet zozeer dat het nog om mij ging, maar dat het gewoon eigenlijk meer ging om cijfermatig, zeg maar, van nou, we moeten eigenlijk zoveel mensen uit de WO gooien. En daar behoorde ik dan ook bij, omdat ik een van de jongeren was. Hoe merkte u dat aan de mensen daar? Een beetje in de vraagstelling, denk ik ook wel. Vragen van of je in financiële problemen zou komen. Er werd ook letterlijk gezegd van dat het minder zou worden. Had ik zelf eigenlijk ook wel een beetje op gerekend. Had ik op zich nog niet zo'n moeite mee dat het wat minder zou worden. Maar dat het zo zou uitpakken, zeg maar, dat had ik dus totaal niet verwacht. U heeft wel aangegeven dat u die klachten nog steeds had. Ja, heb ik aangegeven. Maar ja, net zoals de vermoeidheid is dan, zoals men zegt, dus niet medisch objectiveerbaar. Het staat nergens in de handleiding bij het UWV. Dus dan, ja, daar kunnen ze daar in principe niet veel mee. Dus het is iets wat de dokters serieus nemen, de bedrijfsarts serieus neemt. En wij zeggen dan plotseling, ja, maar jij hebt nou een vaag ziektebeeld, dat tellen wij niet meer mee. Daar zien wij absoluut nog problemen gaan ontstaan. Wat is dan uiteindelijk de basis voor de beoordeling? De veranderde criteria of een arts die iemand ziek vindt? Het is wel grappig dat u iedere keer terugkomt, een arts die iemand ziek vindt. Het gaat niet om ziek. Het gaat om, heb je arbeidsmogelijkheden of heb je die niet? Op het spreekuur van Rens Rede loopt het storm met mensen die plotseling fulltime aan de slag moeten. Dat geldt ook voor de 22-jarige Elvira Mons, die vanwege haar astma en allerlei andere klachten niet eens haar school kon afmaken. Ik heb begrepen dat jij geen WO meer zult krijgen. Nee. En hoe sta je daar tegenover? Ik snap het niet. Want ik ben van het weekend nog op de EHBO geweest. Ja. Want ik heb ook begrepen dat jij een opleiding hebt moeten afbreken. Ja. Puur vanwege jouw gezondheid. Maar dat betekent nu eigenlijk, als ik goed begrijp, dat je moet gaan werken. Althans, moet zoeken naar werk. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Althans, niet onder de condities als dit. En ze zegt ook van, ik vind het zo erg, ik word nu weer geconfronteerd. Toen zei ik, meis, ik ga met je mee, we gaan naar die dokter toe. En het komt allemaal goed. Maar toen bleek het helaas allemaal niet goed te komen. Toen ging een arbeidsdeskundige in 3 minuten tegen haar vertellen dat ze fulltime duurzaam belastbaar is. 4 dagen later zat ze op de EHBO. Ze vernevelt om de 1,5 uur. Is ook geen enkel probleem. Elke werkgever zit te wachten op iemand die vernevelt om de 1,5 uur. Maar we gaan in ieder geval in bezwaar. Dat was mij om het principe, denk ik, overal. Hè. Het gaat er niet zozeer om een uitkering. Dat is dan van andere zorg. Nee. Het ergste vond ik, en dat is wat mijn reden van bezwaar ook is dat de arbeidsdeskundige op een gegeven moment zei tegen haar, jij wil niet werken, meisje. Dat begrijp ik wel. Het bevalt je zo. Nou, zei hij echt. En dat, toen heb ik ook gezegd, we kunnen beter op gaan staan. Ja, dat heeft toch geen zin meer. Maar dat iemand dat tegen haar durft te zeggen, alle leerkrachten, alle artsen, iedereen die haar kent, er zal geen één beamen die zegt van ze wil niet. En dat kan niet. Het kan. En daar heb ik geen rekens nodig van. Ik kan mezelf verzorgen. Ik kan Nederlands spreken. Ik kan Nederlands schrijven. En ik kan achter een toetsenbord kruipen. Dat zijn geen normen om iemand aan een baan of aan het werk te zetten. Vergeet de politiek dat wel eens dat het over mensen gaat, niet over aantallen? Ja. Minister De Geus, en daar heb ik me inderdaad vreselijk boos over gemaakt, die riep na de eerste beoordelingen van de WA jongens, 19 gekeurd, 9000 eruit. Daar ligt de bestuurder van wakker, dan droomt de bestuurder van. Ik denk, ja, joh, wat heeft dat voor zin om zo'n uitspraak? Je spreekt in cijfertjes, in getallen, maar je praat over mensen. En het gaat om mensen die graag willen, maar die kunnen. En ik heb hem uitgedaagd, niet uitgenodigd, om hier een dag mee te lopen. Ik heb helaas nog geen antwoord. Nee, daar zijn ze niet meer gevoelig voor.
Toen zijn ze niet meer vroeg. De Balken en de Geus weten niet wat ze het hebben over als ze praten over de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Laat ze godsam eens een keer een dag meelopen in de spreekkamer bij het UWV, maar ook bij de bijstand. En zien dat daar de meest kwetsbare mensen zitten die je niet door hun uitkering af te pakken zomaar weer aan het werk krijgt. Ik vind het schandalig. Er is geen enkel oor voor en het is een doordenderende trein.